Kijk, ik kan niet heel goed zwemmen. Ik kan al helemaal niet goed fietsen en niet lopen. Maar ik heb ontdekt wisselen. Ik kan heel snel aan en uitkleden. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Teeffelen. En ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heijkoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over herinneringen aan en tips voor je eerste triathlon. De eerste keer is altijd bijzonder. En dat geldt al helemaal voor je eerste triathlon. Wordt het lijden of genieten? Aan de hand van de ervaringsverhalen van luisteraars en de keiharde data geven we in deze aflevering tips voor een onvergetelijke eerste triathlon. Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Ja, Jurgen. Ja, hey, goedemorgen. Goedemorgen. Vlak voor de meivakantie, eind april. Normaal is dit het moment in het jaar waar het een beetje gaat beginnen, hè? Ja. Een paar loopjes al gehad. De run bij run Austerlitz stond altijd vroeg op het programma. Buiten zwemmen nog een beetje vroeg. Maar het is 2021, ja. Voor zover wij nu kunnen overzien wordt het niet. Maar desalniettemin hebben we een mooie aflevering samengesteld. Een beetje iets andere insteek. Niet zozeer wat doet de wetenschap, wat doet de sport. Maar we gaan kijken naar jou en mijn eerste triathlon. We gaan herinneringen ophalen. Leuk. Dat gaan we ook samen doen met UHTT, Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team. Clubgenoten van ons, die hebben we gevraagd om hun herinneringen en lessen te delen. Dus door deze aflevering heen heel wat tips en tricks. En we gaan op het einde ook natuurlijk even zoomen met Vroemen. Om even te vragen wat hij nou ziet als veelgemaakte fouten in een eerste triathlon. Leuk. Dat komt straks. Ja. En ik heb wel even wat wetenschappelijk naar tussen aanhaling. Wat is er nou wetenschappelijk aan je eerste triathlon? Nee, ja, nou ja, gewoon wat zeggen de data over welk onderdeel kan je nou het beste trainen bijvoorbeeld. Hoe is de progressie in de loop der jaren? Wanneer is de beste leeftijd om te pieken? Dat soort dingen. Oké. Kan ik wel het een en ander kijken of daar plek voor komt. Wat ik zei, laten we meteen maar aftrappen met een audiofragment. We hebben in onze club, heb ik even rondgevraagd. Nou, we gaan een aflevering maken over de eerste triathlon. Mede ingegeven. Ik had er vorige week ook al even over Thijs Zonneveld. Hè, die hier bekende. Ik ga ook aan het triathlonnen. Dus Thijs, ik hoop dat je luistert. Deze is ook voor jou. En ik heb onze clubgenoten uitgenodigd. Nou, wat is nou de meest spraakmakende herinnering aan jouw eerste triathlon? En wat heb je daar misschien geleerd? En de eerste die reageerde was Helga. UHTT Helga noem ik ze altijd. Ik weet niet of ze landelijk bekend willen worden. En haar eerste triathlon was nog maar recent in Veenendaal 2019. En nou, ze liep dat meteen tegen iets aan waar we allemaal wel tegenaan lopen. Mijn eerste echte triathlon was in 2019. Ik deed mee aan de kwarttriathlon in Veenendaal. Ik had me goed voorbereid. Ik had er ook echt zin in. De afstanden kon ik allemaal prima aan. En daar aangekomen was een warme dag. Ik had me goed voorbereid. We hebben de startwisselzone goed geobserveerd. Goed gekeken waar ik moest stoppen, waar de stopstreep was na het fietsen. En het zwemmen ging goed en de wissel ging ook goed. Ja, de 6 rondjes had ik goed geteld. En toen kwam ik aan bij de wisselzone, naar de wisselzone toe. En daar moet je dan met je fiets stoppen voor een rode streep, rode balk. Zodat je van je fiets af door moet lopen naar de wisselzone. En dat vergat ik, dus ik was net te laat. Ik moest daar wel een beetje lachen en ik werd staande gehouden. Daarna mocht ik gewoon weer door. En de wissel naar het lopen, die liep helemaal niet soepel. En ik had enorm zware benen. Ik had ook in de laatste fietsenronde geen hoge cadans aangehouden. En dat vergeet je dan gewoon. Dus ik liep echt voor mijn gevoel echt strompelend die eerste kilometers van de 10 kilometer. En Ik heb nog staan rekken en strekken en ik dacht, dit is het. Ik ga stoppen en er wordt hem niet meer. Maar ik ben toch gaan dribbelen en lopen en ik heb hem uitgelopen. En het was een hele leuke ervaring. Dus dat was mijn ervaring. Ja, dankjewel Helga. Leuk dat je die hebt ingestuurd. En hier zit eigenlijk al heel veel in. Wissels. Aantal tips. Wissels. De wisselzone. Ja, het zou nog veel over hebben. Ja. Ik vind het mooi dat zij ook beschrijft over die benen. Ja. Eerst al een tip. Die kreeg ik ook. Ik ging ook mijn eerste triathlon doen. Nou ja, mijn tweede eerste triathlon was in 2017. Daar zal ik straks zo veel meer over vertellen. Toen riep ik ook op Facebook. Nou, ik ga voor het eerst een triathlon doen. Heeft er iemand nog tips? En toen kwam meteen die ik bij Helga ook hoor. Ja, op het einde van het fietsen. Ja. Licht schakelen om je benen afvalstof af te voeren. Doe jij dat? Ik ken hem ook. Nee, ik doe het. Ja, nou zeker. Dat is dus inderdaad zo'n wijsheid van de mensen die ervaring hebben. Nou, ik wil namelijk zeggen, ik deed dat. Ik vond het echt verschrikkelijk. Ja, ik heb het meteen terug opgeschakeld. Goed punt, ik vond het zo stom voelen. Ik begon er te vroeg vaak mee. Ja, dat trapte zo helemaal lijm. Nou, dan denk je, snelheid eruit. Nog een halve kilometer of zo. Ja. Nou, dus dan denk je, nee, dit voelt helemaal niet goed. Nee. Slaat nergens op. Je snelheid gaat ook omlaag. Ja. Doe je het dan de laatste 100 meter, de laatste 50 meter? Ik doe het niet meer. Vergeet je het. Wat ik doe, de nuance, als ik denk aan onze UHTT-fietstrainer Wim... in iets hogere cadans. Ja. Wat iets heel anders is dan lichter schakelen. Ja. Weet je? Ja, het is wel feitelijk één tandje lichter schakelen. Maar... Er zijn een paar studies gewoon geweest. Oh, meteen wetenschap. En, in eerste instantie het was duidelijk van ja, altijd goed om te doen. Omdat ze dan keken... naar de pasfrequentie bij het lopen. Als je vertrekt uit die tweede wissel. Ja, en dat bleek gewoon... Degenen die dus met een hogere cadans waren binnengekomen... Of dat hadden ze gewoon echt in een studie gedaan... van een stuk fietsen met één cadans en daarna lopen... of een stuk fietsen en dan het laatste stukje met een hogere cadans. En dat bleek gewoon dat ze inderdaad sneller liepen. Nou, dat ging dan... tussen de 500 meter en misschien 2 kilometer. Ja, in dat omdat het gepaard ging met een hogere pasfrequentie. Alsof je dus die hogere cadans nog meeneemt als je gaat lopen. Mm-hmm. Toen dacht ik, daar zit wel wat in. Het is ook nog wetenschappelijk gefundeerd. Ja, totdat ik dan ergens in die volgaanlinie tegenkom. Er zijn ook andere studies die het tegenovergestelde laten zien. Meer. En die juist laten zien, wat er gewoon kan gebeuren... is dat jij extra energie verbruikt... bij die hogere cadans. Dat wil je niet. En dat uitzicht dan toch weer in het lopen... dat weer minder goed gaat. Dus ik bedoel... ik denk dat je heel erg moet afgaan... ook op het gevoel weer. Wat voelt goed. Maar het is ook wel heel iets dat mensen het allemaal weten... soms en dan daarover gaan nadenken... En dan denk je, raar eigenlijk. Dus het is... Maar feit is, het is een bijzonder moment in de triathlon. Van de fiets af gaan hardlopen. Er gebeurt daar van alles. Het doet pijn. Het voelt ook gek. Als ik de tip dan mag geven, is volgens mij dat je dat gewoon moet trainen. Hè, de zogenaamde briktrainingen. Zorg dat je in je voorbereiding een aantal keer naar het fietsen gaat lopen. En dat hoeft maar een kilometer of 2 te zijn. Maar in ieder geval dat je dat gevoel kent. Van die gekke verzuurde benen. Als je het echt heel geforceerd wil trainen, doen wij wel eens bij de UHTT toch? Dan ga je eigenlijk juist expres zwaar fietsen. Ja. Fiets je even in het rood. En dan ga je een kilometer lopen om dat gekke... ik noem het altijd kippenbenen. Ja. Om die kippenbenen even te voelen. En wat mij veel vertrouwen heeft... maar dat was natuurlijk niet voor mijn eerste triathlon... maar toen ik wat vaker deed... om op een gegeven moment ook te weten hoe lang het ongeveer duurt. Ja. En ik weet dat ik sowieso, hoe erg het ook is... na 1-2 kilometer is het weg. Nou, en dat mentale vertrouwen... denk dan ook, dribbel maar even als een kip... Ja. Het gaat wel voorbij. Ik herinner me ook een training inderdaad met kikkersprongen doen. En dan voel je het ook wel. Aan de andere kant, ik ben wel zo, dan train ik dat echt 1 of 2 keer. Van, nou weet ik weer wat het is. Ja. Het is ook zoiets van, het hoort er gewoon bij. Ja. En je weet dat het overgaat. Ja. Klaar. En dat vind ik ook mooi in het laatste stuk van Helga. Ik wilde opgeven. Ik heb het niet gedaan. Ja. En ik heb hem volbracht. En wat ik mooi vind in dat verhaal ook. Triathlon heeft natuurlijk een reputatie van snelle mensen, ultrafit, weet ik. Nee, natuurlijk niet. Als het moet, dan moet je rekken. En als je het moet dribbelen, moet je dribbelen. Als je moet wandelen, ga je wandelen. Het gaat natuurlijk meer om de strijd dan om de tijd. Dat is het goede gevoel. Nee, zeker. Een andere manier is gewoon om heel rustig te wisselen. Maar daar weet jij het een en ander. Daar ben jij tegen, weet ik. Bijnaam de wisselkoning. Ja. Precies, je hebt van alles zitten berekenen en zo. Dan moeten we wat de snelste manier is voor de verschillende afstanden. Ik denk opeens, normaal in deze podcast zeggen we altijd even beginnen bij de basis. basis. Dit is natuurlijk onze hobby, onze passie. We vliegen erin. Misschien moet ik toch nog even uitleggen. Triathlon is natuurlijk 3 sporten op een rij. Je gaat eerst een stuk zwemmen, dan ga je een stuk fietsen, dan ga je een stuk hardlopen. Daartussen zitten de wissels. Wisselen van zwemmen naar fietsen, van fietsen naar lopen. En dit heeft wel te maken met de eerste triathlon, zijn we terug. Als je tegen mensen zegt, ik ga een triathlon doen. Ik weet niet of je dit herkent, maar dan heb je dus iedereen doe jij een triathlon? En dan denk je al, oh, ze denken Ironman. Ja. Want dat is natuurlijk wat mensen denken. Oh, dat is die gekke sport waar je 4 kilometer gaat zwemmen, 180 of 190 kilometer gaat fietsen en dan nog een marathon lopen. Dus dan moet je altijd uitleggen, nou, je kan ook korte afstanden triathlons doen. Sterker nog, hier is een tweede tip voor iedereen die een eerste gaat doen. Begin alsjeblieft met een 8e of een sprint triathlon. Dat wil zeggen 500 of 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen en 5 kilometer hardlopen. Als je dat dan zegt tegen die mensen die net nog hun wenkbrauw zeggen ze... Ja. Oh, hè, die curve van bewondering naar een soort... Oh, jezus. Dat vond ik altijd toch wel moeilijk. Behalve als je Thijs Zonneveld heet, want die wilde gelijk gewoon langer, hè? Ja, maar dan ook een ultra lange. Ja, niet doen, hè? En ik zal toch toelichten waarom dat dan een tip is van mensen. Waar moet je nou niet met gelijk een lange afstand beginnen? Wat je veel leest en hoort op de triathlonfora is dat het nu een soort bucketlist ding is. Vroeger was het bijzonder als je marathon liep. Dat kan nu iedereen, dat is niet waar, maar dat doen nu heel veel mensen. Dus nu is het bijzonder om een triathlon te doen. Maar wat je ziet, als je helemaal vol voor die hele triathlon gaat, dan bouw je niet de vaardigheid op, dan bouw je niet het plezier op in de sport. Dus het algemene advies, als je lang wil blijven genieten van triathlon, ga maar eens een paar sprintjes. Ik heb mijn hele eerste jaar alleen maar sprintjes gedaan. En het tweede jaar sprintjes en OD'tjes. Nog ooit gedaan? Nee. Pijnlijk punt. Ja. Dat zou ik natuurlijk vorig jaar in 2020 gaan doen, maar er kwam een zeker virus voor om de hoek. Maar goed. Laten we eens beginnen bij ons eigen begin. Ja. Jurgen, jouw eerste triathlon, wanneer was die? Ik moet echt, ik ben een pionier, hè? Dat besef ik me dan een beetje, ook aan de hand van wat ik hoor, ook van de mensen die het ingesproken hebben. En dan heb ik gelukkig... We zien hier een foto van jou. En dit is leuk aan deze aflevering. En iedereen die nu luistert, ik nodig je uit. Ga ook zeker even naar YouTube. Want we hebben ook wat foto's verzameld. Onder andere van Jurgen en van mijn eerste triathlon. En je vindt dat op YouTube door te zoeken op Gerrit Heijkoop, mijn naam. En dan vind je ook alle Slimmer Presteren Podcast. En we zien hier een foto van een uitermate blije Jurgen van Teeffelen. Ja, met hele bruine benen. De jongeman rechts. Dat is duidelijk, beetje te wijd shirt aan. Nummer 101. Welk jaar is dit? 1984. Vermoed ik. Of 85 eventueel. Dit is jouw eerste triathlon. Ja, en naast mij is mijn broer. En die is net iets... Welke? De oudste. Klaus. Hashtag vriend van de show. Ja, vriend van de show, Klaus van Teeffelen. Ja. Klopt. En die, als ik net doe of ik het allemaal niet meer weet, dan stuurt hij me weer op. Hij weet alles perfect. Maar dat heeft ook te maken met de einduitslag die hij dan ook nog ergens gevonden heeft. En daar staat hij netjes ergens in de top 10. Zo. En ik sta daar niet bij, niet in de top 10. Ik zeg altijd, ik was niet ver achter hem. Nee. Maar... hij helpt mij wel een beetje van hoe was het ook alweer. En als welke triathlon was dit in 1954? De eerste Biksen triathlon. Bix is van de Biksevisten, Hilvarenbeek, van Biksebergen ook. Mm-hmm. 1984, de eerste, wat is een verhaaltje over geschreven, dat sturen we in de show notes. Ja, er zit ook een prachtige foto bij van het kanaal. Ja, echt niet normaal. Met 4000 toeschouwers waren er. Ja, de eerste gewoon in de hele regio. De triathlon was net in opkomst. En dan ging het alleen maar om die grote... de Ironman Almere. Ja. En die kleine triathlons waren er nog amper. En Met welke afstand was dit, jouw eerste triathlon? Dit was dan een kwart... 1 zwemmen, 40 fietsen, 10 lopen. Ja. Kilometers heb je niet over. Ja, 1 kilometer zwemmen, 10 kilometer... 40 kilometer fietsen, 10 kilometer hard. Ik ben de jongste van 3 broers. En Klaus is dan, denk ik, zeker de sportiefste. Deed sportacademie, sportleraar. Manuel zit daar dan tussen... Die is ook vriend van de show, maar die was op triathlongebied allemaal wat moeizamer. Heeft ook een keer afgezegd, gewoon de ochtend van tevoren. En, en ik deed ook altijd wel mee, maar wel altijd zoiets. Goed, dat is ook gewoon die broederstrijd, die was er op zich niet... Die is nu heftiger, denk ik, omdat nu iedereen een beetje... Nou ja, nu ben ik de jongste en dat geeft weer voordeel. Dus, ja. We hebben het in deze over de eerste. We zeiden al tegen elkaar, volgens mij kan ik dit ook 16. Een soort format worden. Praten over de hebben, nou, ja. Ik was 16 en goed, ik was sportief. We hadden toen heb je je ingeschreven voor deze? Dat was denk ik niet eens een twijfel over. Ja, Klaus zegt dan als dat gaan we doen. Dat gaan we doen. Ja. Ja. En ik denk, nou ja, het enige wat... Kijk, ik fietste al wel. Maar wel, ik weet niet of ik mijn eigen fiets had, hoe dat precies ging. En we liepen ook, omdat we hebben ooit verteld... Hilvarenbeek had ook een marathon. Ja. En dan met lussen van 10 kilometer... waarbij je dan kon kiezen of je voor een halve marathon of een hele... Maar Hilvarenbeek gewoon een sportief dorp. En familie van Teeffelen, dan zeg je... oh, die doen mee, klaar. Ja. Dat is gewoon geen... Dus ik kan me wel herinneren... nou, zwemmen was altijd mijn zwakkere onderdeel. Dus ik heb best wel wat getraind daar. Ja. Tuurlijk. Ja. En fietsen en lopen. Maar als je die vraag probeert te beantwoorden... die we aan onze clubgenoten stelden... welke herinnering komt er nou meteen boven? Ja, en wat heb je daar geleerd? Het ontzettend koude water. Het was in het kanaal. Dat was die andere foto. Welk kanaal is dit? Het Wilhelmina-kanaal. Ergens tussen... bij de buurt van Biest Houthakker. Dat is tussen Eindhoven, Tilburg. Daar gaan jullie in. We zien ook allemaal zonder badmuts, zonder wetsuit. Nee, ja... Nee, inderdaad. Het was super koud. Je had daar niet getraind. Helemaal niet. Ik zwom wel in het zwembad een beetje. Ja. En het erge was gewoon... Ja, je moest daar 10 minuten van tevoren al in. En je denkt... Jee, waar begin ik aan? Nou, dat was echt een hel. Dat is dus mijn herinnering. Dat is de kou in het wachten voor de start. Ja. En niet ook gedacht om daar... Ja, moet je dan zalf gaan in smeren... of inderdaad een badmuts of weet ik... Ook niet eens een bril. Geen brilletje op of weet ik veel. Nee, dat dacht ik ook te zien... dat er helemaal geen zwembrillen in zitten, joh. Nou ja, en dan een kilometer echt zwemmen. Rauw, hè? Jaren 80. Ja. Echt rauw. En ik moet wel zeggen... het was overleven voor mij eigenlijk... Kijk, ik had het ook voor mezelf. Kijk, dat zwemmen, daar wist ik van, dat is niet mijn sterke punt. Maar daarna kom ik wel. Ja. Dus dat zwemmen, als ik dat achter de rug had, dan begon het genieten. Ja. Daar ben ik wel. Kijk, dat zwemmen is nog steeds mijn herinnering. En heb je, als je terugdenkt aan die eerste, ook genoten? Zat dat er ook al bij of was het vooral lijden? Nee, ik heb... Ja, er zit van tevoren wel de befaamde wedstrijdspanning. Die is er gewoon, die heb ik nog steeds. Dus er moet altijd een paar keer naar de wc gaan. Er is altijd die onzekerheid van... oh jee, wat als? Je hebt wat last van je buik. Wat als ik daar straks last van krijg? Ja, daar hoort daar wel bij. Aan de andere kant is het ook wel... bij de start zit iedereen in hetzelfde schuitje. Daar kan we ook... Iedereen kijkt naar elkaar. Iedereen denkt van... Jezus, ja, moeten we daar dat koude water in? Ja, dan moeten we. Dus er is ook een soort band op dat moment. Ja. En natuurlijk, er wordt wel bij het hogere segment al een beetje naar elkaar gekeken. Wie zijn de snelle jongens? Hè? Vond jij toen al... Nee, dat kon je niet weten. Was je eerst triathlon. Vond jij jezelf toen al wel hoger segment? Nee, ik zelf niet. Nee, maar jouw broer, mijn broer dan wel. En daar stond je een beetje schorvelend achter. En dan is het dan heel... Ja, precies. Ik kon me een beetje achter verschuilen. Van, maar dan kom net kijken natuurlijk. Nee, zij kennen elkaar allemaal wel een beetje, hoor. Je wist daar precies in Hilvarenbeek een omgeving. Wie zijn nou ook van het schaatsen of zo. Ja. En van het lopen. Ja. En nou ja, en dan wist je vroeger of je bij de zwemvereniging had gezeten en dan naar wedstrijden. Dus dat, het leuke ook aan die foto, je ziet die broek van mij. Ja, maar dat is eigenlijk een zwembroek. Ja, ik had bewust... Dus heb jij daar al als wisselstrategie de hele wedstrijd... Maar ik wou dus geen strakke zwembroek aan, maar gewoon een losse zwembroek. Ja. Ik zag deze foto van de week. Toen zei ik meteen, wat een goed shirt. Er zit gewoon een goed wit slobbershirt. Heb je daar ook in gefietst? Alles. Precies, dus eigenlijk, sportkleding zoals je het vroeger deed. Dus ik heb niet gewisseld van broek. Gewoon shirt aangetrokken, schoenen en maar jouw broer, Klaus, lijkt er wel een soort trisuit al aan te hebben, toch? Ja, dus dat moet een jaar of 2 jaar later zijn. Die was... Die was ervan. Ja, die was toen 6e geworden. Natuurlijk, in het jaar erop wou die nog sneller of zo. Nee, maar je had toeclips, hè. Dus gewoon op je fiets. Dus je kon niet, je had niet van die... Nee, je hoefde geen klikschoenen en zo. Nee. En, is er nog een belangrijke les uit die eerste? Dat je denkt, nou, dat heb ik daar toen wel geleerd. Behalve dus inderdaad, je moet 10 minuten voor het koude water in. Ergens, als je voor een tijd wil gaan, is een speerpunt wel heel fijn. Wat bedoel je daarmee? Nou ja, mijn broer was natuurlijk mijn... Dus ergens heb je in je achterhoofd een beetje wel tijden. Nou, dat loopt allemaal anders. Want dat kun je niet op afgaan. Maar ik weet wel, hij was de snelle zwemmer, maar ik was de betere fietser. Dus dan ga je tijdens dat fietsen. Ja, waar moet je aan denken, zeg maar? Ja, dat is toch gewoon, je kijkt voor je, waar zitten mijn tegenstanders? En dan is het toch, ja, dat vind ik nog steeds heel fijn om een zwakke zwemmer te zijn. Ja. Omdat je dan bij een relatief betere fietser, loper, omdat je dan mensen inhaalt. Ja. Ja, dat is toch wel heel fijn als je gewoon... Je rijdt naar mensen toe, je haalt ze in, zeg nog even, nou, succes, hè. En je hoort ze mompelen en protesteren. Voor heel makkelijk praat jij veel onderweg? Ja, vooral als het goed gaat. Ja, dan heb ik wel, ja, ik wel ook namelijk, hoor. Ja, hoort er ook een beetje het sociaal aan. Je merkt dat sommige... Ik praatjes, vooral ook als ze me heel snel voorbij komen. Ja. Want dan krijg ik natuurlijk die ego-knauw. Ja. Maar ik ben al vrij snel aan gewend geraakt. Ik roep dan altijd iets van, zo... Ja. Jij kan hard fietsen. Ja. En dan krijg je wel een lach terug. Ja. Ja, ik vind het ook gewoon leuk. Je hoeft daar niet te gaan zitten chagrijnen, toch? Nee, omdat je iedereen zit een beetje toch... je probeert op die manier elkaar wel op te peppen, zeg maar. Ja. En iedereen heeft het denk ik net zo zwaar of net zo licht als ze het willen hebben natuurlijk. Ja. Dus dat... dat is denk ik de les of wat ik... Ja, kijk, qua voeding wist ik ook niks. Hè. Ik denk dat ik nog steeds met die bananen toen begonnen ben natuurlijk. Ja, nu nog. En gewoon water. En ik was jong, 16. Ja, dan ging het allemaal best wel makkelijk. Ja. En ook het feit dat je in zo'n sportbroekje fietsen... Ik denk dat de dagen daarna was dit allemaal inderdaad kapot en rood. Geschuurd bedoel je? Ja, geschuurd. Je had ook geen goed zadel. Ja. Hoorde er allemaal bij. Ja. En je had een hele... Ja, ik krijg wel, als we het er zo over hebben, Jurgen. Oh, ja. K-jaar. Wat heb ik zin om weer naar buiten te gaan om te racen. Mooi. De eerste triathlon. Maar dit is jouw eerste triathlon. Ja. Er is een soort heropleving, toch? Want er is eigenlijk nu een soort nieuw tweede triathlonleven. Ja. Wanneer is dat begonnen? Ja, dat is dus... even kijken. Ik denk het was 4, 5 jaar geleden. Amersfoort. 2017. Ja. De Keistad. Echt? 2017? Ja. Serieus? Of 2018, denk ik. Ja, want 17 zou ook mijn... Ja. Ja, uiteindelijk wordt dat niet mijn eerste, maar dat zou mijn eerste zijn. Ja. En dat is, nou ja, goed. Ik heb... Hilvarenbeek was mijn jaarlijks ding. Toen heb ik ooit bij studenten nog meegedaan. En ik hield het wat bij. Maar eigenlijk studententijd toch... op een gegeven moment helemaal mee gestopt. Raak je het kwijt. Maar wat was dan voor jou aanleiding om weer te beginnen in 2017? Nou, ik was een beetje... Ja, ik heb jarenlang tennis als eerste sport gehad. Dat kwam op een zijspoor door blessures. Nou, en toch de goede herinnering uiteindelijk weer naar triathlon. Dat je denkt, dat was toch mijn sport. Toch maar weer eens proberen, ja. En je weet gewoon, duursporten liggen je wel, vond je leuk... Nou, en een beetje nieuwsgierigheid van hoe ziet het triathlonwereldje er nu uit? Ja. En is er veel veranderd? Nou de professionaliteit vond ik echt enorm veranderd. Kijk, die foto's daar, dat is natuurlijk, wat je al zegt, allemaal geen badmuts, geen pak, noem maar op. Maar ook de fietsen, allemaal gewone fietsen of geleende fietsen. Ik heb een keer op een geleende fiets... ook meegedaan. Nou, dit is een bruggetje. Ik hoor iets over die geleende fiets. Ga nog even terug naar de jaren 80. Want wij hebben een oproepje gedaan bij de UHTT. Wat is herinnering jouw eerste triathlon? Spreek dus in 1 minuut via audio. Op een of andere manier is die oproep ook buiten de UHTT terechtgekomen. En vlak voor onze opnames vandaag bereikte via onze mailbox post@slimmerpodcast.nl mij een mooi bericht. En ik dacht, dit ga ik je niet vertellen. Dan ga ik je hiermee verrassen. Het is namelijk een bericht van Teun. En het is wat lang, maar ik ga het gewoon voorlezen. En de kijkers op YouTube kunnen meelezen. Dat is namelijk zo mooi opgeschreven. Het was begin jaren 80, tijdens de vroege jaren van de middelbare school. Gregor Stam en Axel Koenders waren net de eerste Nederlandse kampioenen op de lange afstand... en sportminnend Nederland raakte in de ban van het fenomeen triathlon. Zulke buitensporige prestaties spraken de sportende jeugd aan. En dus organiseerde het Mill Hill College, jouw middelbare school vroeg ik dan... Klopt. Een sprinttriathlon tijdens de jaarlijkse sportdagen. Het deelnemersveld was groot, vele klassen en jaren door elkaar heen... Maar dat mocht de pret niet drukken. In ons jaar was Jurgen van Teeffelen toch wel de favoriet voor de eindzege. Zijn broers deden er ook al aan en hij had geoefend, quote-unquote, had hij zich laten ontvallen. Hij had notabene ook nog eens een heuse racefiets met 10 versnellingen van broer Klaus geleend. De start was chaotisch. Een time trial start in het plaatselijke zwembad. Iedereen moest in zijn baan blijven en inhalen was bijna onmogelijk zonder trappen in je gezicht te krijgen. Bij het uitgaan van de kleedkamer keek ik Jurgen al op zijn rug en ik vroeg me af of dit door de time trial start kwam of omdat hij echt harder had gezwommen. Het maakte niet uit. Het gat zou alleen maar groter worden, schrijft Teun. Ik had mijn 3-versnelling fiets eerder die dag uitgeleend aan een ouderejaars voor zijn wedstrijd. En kwam er bij de transitiezone achter dat het spatbord bijna was afgebroken. Die bleek tijdens het fietsen ook daadwerkelijk af te breken en op mijn band te schuren. Snel probeerde ik Jurgen nog bij te halen. Meteen maar in zijn 3e versnelling en doormalen. Ik kwam geen centimeter dichterbij en blies me compleet op. Gevolg, als een hark gelopen met uiteindelijk een 5e plaats als resultaat. En dit vond ik een mooie zin. Ja. Jurgen maakte zijn favoriete rol waar. Dat hoor ik niet vaak. Geleerde lessen. Focus niet op anderen tijdens de race. Ja, Teun, dat was duidelijk hier het geval. Les 2. Ga rustig van start bij het fietsen. En onderschat het slopende effect van de stress en de sprintjes tijdens de transities niet. Kijk. Einde bericht. Ja, nee, wat een coole wil, hè? Ja, zeker. En ik zit ook hier. Dus als je mij vraagt... Wie is Teun? Teun is een goede vriend van me. Vriend samen, van de show ook, volgens mij. Middelbare school gezeten. Samen gestudeerd. In huis gewoond met elkaar. Sportief gebleven. Hij zit nu al 10 jaar zo'n beetje in Zwitserland. Ja. En ik kijk wel eens jaloers naar hem, omdat Zwitserland is... Mooie ritjes waarschijnlijk op straat. Ja, nou, en het sportland bij uitstek. Ja. Ik bedoel, daar is het heel... Het is echt een triathlonland ook nog. Ja. Hij kan natuurlijk alle kanten op. Hij woont bij Genève, dus kan meer van Genève. Daar duikt hij regelmatig in. En dan gaat hij 2 kilometer zwemmen. Dus inmiddels... Maar in de jaren 80 keek hij dus nogal tegen jou op. Ja, nou ja. Wist je dat? Nee, niet op die... Het is voor het eerst dat hij me dat zo eigenlijk vertelt. Ja. Zo, dit is mooi. En ik denk dat ik hier kon putten uit mijn ervaring van de Biksen triathlon al. Ja. Dus dat eigenlijk dus, als je vraagt, bij deze heb ik veel minder herinneringen. Ja, dit was gewoon eentje die even won. Ja. Dus ik wist niet eens dat jij triathlon en logisch, man. Want ik was de enige op een echte racefiets van Klaus. Ja, daar moest ik aan denken. Ja. Maar leuk, nee, maar nu een beetje... vorig jaar hebben we nog een keer gefietst, gemountainbiked. En Teun, ik moet zeggen, al dat sporten, dat... doet hem goed. Doet hem goed. Dus de rollen zijn omgedraaid. Het is wel zo leuk. Ja, nou ja, er staat ergens nog eens een keer om samen eens een triathlonnetje te doen. Kwart, of misschien de halve van Genève, of weet ik veel. Leuk, ja, leuk. Zeker. Mooie doelen. Ja. Mooie doelen. Ja, ik ben, als ik heel goed graaf... heb ik ook in de jaren 90, begin jaren 90... met een middelbare schooltriathlon meegedaan. Kijk. Maar ik vind hem niet tellen, want wij schreven ons daarin als trio. Ah, ja. En we hebben toen wel gewonnen. Dus in die zin besef ik me, ik heb ook een keer op een triathlonpodium gestaan. Maar, dat was niet dit. Jij wijst naar het scherm. Dit is dadelijk mijn eerste echte triathlon in 2017. Komt zo. Maar ik denk even toch naar de jaren 90. Trio, ik zwemmen, notabene. Het fietsen werd gedaan door Jeroen van Helvoort, heette die volgens mij. Ja. Die uiteindelijk ook een soort amateur-profcarrière wielrennen heeft gehad. Ik weet niet hoe ver het is. Ik heb gegoogeld, maar ik kan hem niet vinden. Ja. En hardlopen werd gedaan door Steve Akenboom, die in de jeugdselectie bij RKC zat. Dus we waren ook een lekker team. Blijkbaar kon ik toen al enigszins zwemmen. Ja, wonnen. Maar ja, trio, ik vind dat toch niet tellen. Toch voor de mensen die denken, ik heb nooit een triathlon gedaan. Kan wel, hè. Je kan met z'n drieën iedereen een stukje. Maar hoe oud was je toen? Ja, dan was ik dus 13, 14 is. Ja, klas 1, en klas 2. En hoeveel zwemmen? Ja, bij het Engelenmeer het strafband oversteken. Dus ik denk 400-500 meter of zo, max. Ja. Maar daar kwam ik dan... Ja, eigenlijk, zoals ik nu nog steeds wel zei... Nou, toen verder naar voren, maar ik ben geen zwemmer, maar ik zwem niet onaardig. Dus ik kom altijd wel in het eerste kwart van het veld eruit of zo. Niet zoals bijvoorbeeld een UHTT Matthijs of zo, die echt kunnen zwemmen. Maar ook niet helemaal achterin dat ik word meer ingehaald op de fiets dan dat ik inhaal. Nou, dat was inderdaad in mijn herinnering de Biksen triathlon. Ja, er was toch het verschil tussen de zwemmers en de niet-zwemmers. Ja. Want die deden dan over een kilometer, 10-12 minuten misschien. De zwemmers. Ja. En ik zat op 20. Dan was ik precies 2 keer zo lang. Ja. En dan had je wel meteen die achterstand. Ja, wat op zich wel fijn is, omdat je mensen kan inhalen. Maar 10 minuten is wel heel veel eigenlijk. Dat is een groot gat. Ja, zeker op die afstand. Nee, de foto waar je nu van verwijst is een sticker in de transitiezone. In triathlon Leiderdorp. En dit vond ik al zo leuk. Dat je daar dus een stickertje had met je naam en je nummer. En dan daaronder veel plezier. Ja, dat vond ik al een hele fijne sfeer. En Ik zei net Keistad, dat was ook mijn eerste. Ja. Dat is wel de eerste waar ik me voor heb ingeschreven. Dus ik heb volgens mij hier in de podcast wel eens verteld. Ik ben van Amsterdam naar Heuvelrug. Ik ging mountainbiken. Ik raakte via mijn werk in aanraking met een beetje hardlopen. Ik was nog geen hardloper. En toen kwam ik Marco Glastra tegen. Die ging triathlon clinics doen. Daar ging ik naartoe. En toen zei hij, weet je wat jij moet doen? Je moet je inschrijven voor een triathlon. Dat is motiverend. Zei ik, nee, nou, dat kan toch allemaal niet. Nou, oké. Schrijf je nou maar gewoon in, zei hij. Dan gaat het gebeuren. Dus ik had me ingeschreven voor inderdaad Keistad triathlon. Amersfoort 2017, sprintafstand. Dus 750 meter zwemmen, 20 kilometer fietsen, 5 kilometer lopen. Ik weet nog heel goed dat ik dacht, ja, 5 kilometer lopen, daar kon ik wel. Ja. 20 kilometer fietsen ook. 750 meter zwemmen volgens mij ook wel. Wat is dat? 20 baantjes, niet eens iets meer. Maar toch word je bijzonder onzeker van het feit, wat gaat er nou gebeuren als je al die drie dingen achter elkaar moet doen? En dat is natuurlijk ook de spanning waarom het leuk is. En toen was ik op een gegeven moment, was in juni en die triathlon zou in augustus zijn, eind augustus. Dacht ik, ja, maar dit klopt niet. Ik ga toch zeker niet de hele zomer zitten trainen voor één zaterdag in augustus. Stel nou dat ik die dag ziek ben, of het is slecht weer, of het gaat mis. Al die spullen die je allemaal moet uitzoeken. Ik dacht, weet je wat, ik heb oefentriathlons nodig. Zo gek zit ik weer in elkaar. Alsof ik iets te presteren had. Maar ik dacht, ik moet gewoon daarvoor 2 triathlonnetjes doen waar ik niks hoef. Ja, in Amersfoort hoefde ik ook niks, maar goed, zo voelde het. Waar ik gewoon laatste mag worden, waar ik gewoon alles mag uitzoeken. En dat waren er 2. Leiderdorp, dat zie je hier. En Alfa aan de Rijn. Nou, was niet, het gaat over de eerste. Nou, dus dit was jouw oefentriathlon? Dit was, maar dus officieel mijn eerste echte triathlon die ik alleen ga doen. En één herinnering die ik meteen heb, wat je ook beschrijft. Dit is een foto van de wisselzone, waar iedereen inderdaad zijn spulletjes staat klaar te leggen. Uit te pakken. En de sfeer daar vind ik nog altijd een van de leukste dingen bij zo'n race. Die wedstrijdspanning, de klets, de praatjes die je met iedereen maakt. Dat vond ik al meteen. Heb je toen ook een pak aange... Ja, ik had een heel goedkoop... hoe heet die goedkope winkel van de B-Twin? Decathlon. Ja, Decathlon. Pakkie van €30 gekocht. Ja. En ik had een racefiets van €50 van Marktplaats getrokken. Ja, en maar had je ook een wetsuit aan? Of voor het zwemmen nog apart. Ja, een wetsuit had ik, want die had ik op de kop getikt. Ook tweedehands, dus nog steeds mijn wetsuit. Had je 84 nog niet, hè? Toen ik... Nee, precies. Nee, ik had alles. En nou, dat is de volgende foto. Ja, daar zie je mij in mijn wetsuit. En ik dacht, ik zie ook meteen waarom dit mijn eerste triathlon is. Heel gretig, want, nou ja, alle luisteraars die niet op YouTube kijken. Ik duik hier dus headfirst met mijn brilletje een kanaal in. Nu denk ik ook, hoe dom kun je zijn? Maar ja, noem het maar naïef enthousiasme. Want inderdaad klaar liggen voor de stad en dan gaan. En ik vond het wel spannend. Dat donkere water vond ik eng. Ja. Al die beelden. En ik heb ook nog een foto gevonden van dit inderdaad. Hè. Dit is dan die start. De foto's zijn trouwens van de fotograaf van Leiderdorp. Welk nummer had jij ook alweer? Ja, ik denk dus dat ik daar... Want al deze foto's staan in een mapje. Ik denk dus ook dat die arm daar linksboven... daar rechtsboven, dat ik dat ben. Volgens mij lijkt ik mijn pak te herkennen. Ja. En dat is ook wel ongeveer waar ik in het water lag. Een beetje linksbuiten, zeg maar. Ja. Uit het gedreven. Maar dit is dan wat ze noemen de wasmachine. Ja. En dat is ook wel een leuk bruggetje, dacht ik. Want zo had ik een beetje mijn verhaal opgehangen aan de reacties van... waar is ze nou? Van die. Ja. Van UHTT Marieke. Die deelde ook haar eerste ervaring en dat gaat ook over die wasmachine. Laten we maar even luisteren. Mijn eerste triathlon was in Utrecht in 2013. Toen de start en finish nog in het centrum waren. Het zwemmen ging vanaf de Veilinghaven over het Merwedekanaal. En het zwemmen, daar ging het ook mis. Het was één grote wasmachine in het water. Nou, ik raakte claustrofobisch van het feit dat ik weinig zag en vooral heel veel benen en voelde. Dus mijn ademhaling schoot omhoog, hartslag zat ver boven waar die zou moeten zijn. En eigenlijk op een gegeven moment stond ik bijna alleen, dus zou het wel rustig moeten gaan. Maar ik bleef de onrust houden. Dus ik heb een heel groot deel schoolslag, rugslag. Ik heb van alles gedaan, maar niet heel veel borstrol. En kwam ook als een van de laatste het water uit. Gelukkig ging het fietsen en hardlopen wel goed. Maar dat zwemmen en vooral die gezamenlijke start, daar moest ik echt heel erg aan wennen. Maar het heeft me er niet van weerhouden om het vaker te doen. Ja, herkenbaar hè. Dat zwemmen is voor veel mensen toch de allergrootste drempel. De wasmachine is gewoon op het enge af. Ja. En ik hoor hier 2 tips, soort van die ik ook wel vaak zeg als mensen voor het eerst een triathlon gaan doen. 1, schoolslag is oké hè. Heel veel mensen denken, oh dan moet ik 750 meter borstkwal. Ja, dat is natuurlijk onzin. mij valt op, ik weet niet of je dat herkent, dat misschien wel de achterste 30 tot 40% van het veld gewoon schoolslag zwemt. Mm-hmm. En dat is oké. Omdat je anders inderdaad richtingen opgaan die je niet helemaal wil. Ik weet niet waarom die mensen doen. Omdat ze niet kunnen, omdat ze scheef gaan, weet ik veel. Maar het is meer even om energie te sparen. Ja. Als mensen dit horen op weg naar een eerste... Joh, als het niet lukt of als je in de stress krijgt, toch gewoon schoolslag zwemmen. Nee, maar die wasmachine, die herinner ik me niet zo van het kanaal, Wilhelmina-kanaal, omdat dat breed is. Ja. En ik wel heel voorzichtig al een beetje achteraan ook begon. Ik laat iedereen maar starten. Die wasmachine herken ik wel van de Keistad triathlon. Ja, want dat is een heel smal kanaal. En ik ook iets had, ik dacht, ik ga het gewoon eens anders aanpakken, nu anders. Dus ik ga gewoon vooraan staan, want dan, daar win je altijd mee. Ja. Maar ik moet zeggen, man, daar krijg je inderdaad trappen en duwen en... En inderdaad, je adrenaline zit super daardoor, hoog. Hè? Ja. En daardoor kun je niet meer rustig ademen. Daardoor kom je ook niet in je slag. Ja. En, mijn tip is inderdaad, enerzijds, ik ga wel vooraan. Omdat ik dus weet dat ik vrij aardig kan zwemmen in het veld. Maar wel altijd aan de buitenkant. Dus ik zoek soort van de buitenkant op. En dan even snel weg. Ja. En dan daarna wel rust schakelen. En dan komen er nog wel een paar over me heen. Maar dat, soms letterlijk, maar meestal figuurlijk. Ja. En dat is prima, want dan is er al wel ruimte genoeg. Zeker bij Keistad, Amersfoort moet je gewoon even naar die brug toe. Ja, als je helemaal voorbij die brug bent, dan gaat het wel. En wij hebben dat bij de UHTT, met de clinic, met onze Jacomina, ook gewoon echt getraind, hè, in het Henschotermeer. Zoek elkaar maar op en raak maar gewend aan het feit dat je aangeraakt wordt bij het zwemmen. En dan merk je wel, dat kun je wel trainen. Maar het is gewoon wel onprettig. En volgens mij, als je weet van jezelf dat je niet snel zwemt... Ja, neem je verlies en ga maar inderdaad naar de buitenkant of daarachter of wat dan ook. Ja, dat is ook de hele... Ik denk de eerste triathlon is denk ik voor de meesten toch zoiets gewoon lekker afmaken. Ja, en, ervaren, niet racen. Kijk, dan zou ik inderdaad kies een rustig plekje en ga gewoon je eigen tempo, toch? Ja, mij betreft wel. Tenzij je natuurlijk iets hebt, als je nou heel slim energie sparen. Het is allemaal pacen natuurlijk, hè? Ja. Energie sparen. Ja, dat is toch de beste manier. Is in de slipstream meteen van iemand, hè? Ook bij het zwemmen. Ja, maar luister, Jurgen, daar heb ik echt een paar jaar over gedaan om dat te leren. In de zin ook omdat je bent gewoon fysiek bang voor die voeten, toch? Want je bent bang dat je trap in je gezicht krijgt of zo. Ja, dat was ook een soort mindset. Dat je denkt, oké, de eerste minuut is kloten, daar moet ik doorheen. En dan heb je, als je dan een goede tempogroep hebt, dan kan je van elkaar gaan profiteren. Maar dan ben je denk ik al... Dan ben je niet in je eerste triathlon. Ik moet denken aan Sjoerd, UHTT Sjoerd. Die heeft ook een bericht ingestuurd naar ons. En die heeft het even voor na de wasmachine. Want net zoals jij in dat kanaal in Hilvarenbeek en in Amersfoort. Het kanaal heeft bruin water. Ja. Hi, goedenavond. Sjoerd Doormans hier. Mijn eerste triathlon. Dat was de triathlon van Beest. En als ik één ding heb geleerd, is het kijken tijdens het zwemmen. Het was zwemmen in een riviertje. Het was smal. Ik had veel te weinig gekeken. En voor ik het wist, zat ik in het riet. En vervolgens, iedereen kwam langs me heen. Ik moest weer uit het riet. Ik lag weer 5 plaatsen achter. Je moet kijken. Dus wat heb ik geleerd? Iedere 6 slagen, even sighten, even kijken, vervolgens ademen en op koers blijven. Niet achter anderen aan zwemmen, goed kijken waar je naartoe moet. Hey, zet hem op, veel succes voor de eerste triathlon en we zien je snel. Hoi. Herkenbaar, ja. Ja, wel herkenbaar. Hij zegt dan niet achter anderen aan zwemmen. Een beetje op afstandje vind ik soms wel fijn. Ja. Met hetzelfde zoeken naar iemand met hetzelfde tempo. Eigenlijk moet je dit allemaal oefenen, hè? Ja. In buitenwater. Maar dat meestal... En dus accepteren dat je dat niet genoeg geoefend hebt voor je eerste triathlon. Dit is gewoon geen zwembad, dat is duidelijk. Nee. Een goed brilletje is ook belangrijk. Ik heb het ook wel eens gedaan. Ook een donker brilletje, want buiten is het natuurlijk vaak zon. Ja. Ja. Een brilletje wat toch niet helemaal goed sloot of zo. Wat water wil je ook allemaal niet hebben. Ja. En inderdaad, dit is op zich goed. 6 slagen even kijken. Want dan heb je ook gewoon, een riedeltje wat je... je rustig gaat. Ja. Ja. Mooie ervaring van Sjoerd. Even kijken of Sjoerd nu... Nee, deze zoek ik. Want wat ook kan, en dat is dan niet mijn eerste triathlon, maar mijn tweede, die in Bodegraven, mijn tweede oefentriathlon, die had opeens zwemmen in een zwembad. Dat bestaat ook. Dat is ook wel luxe. Ja. Wel gek. Een beetje wat Teun beschrijft ook bij jullie schooltriathlon. Ja. Dan moet je met z'n allen in een baantje en dan moet je daar baantjes zwemmen. Meestal met 6 of 8. Wat ik daar nog weet uit Bodegraven, ik was natuurlijk zo bleu als wat, wist ik veel wat ik zwom. En daar was je blijkbaar op tijd ingedeeld. Ja. Mm-hmm. Ik weet natuurlijk helemaal niet wat mijn zwemtijden zijn, dus ik had volgens mij niks ingevuld. Dus ik zat een soort van in het kneuzenbaantje. Ja, ja. Maar, wat ik al zei, ik kon wel een beetje zwemmen. Dus in eerste instantie sta je daar nog heel voorzichtig. En nou, heb jij wel eens getraind? Heb jij het wel eens gedaan? Nou, ik stond met z'n zessen. En dan hadden er twee, die hadden nog nooit gezwommen. Wisten die veel. En twee zei, ja, ik heb wel getraind. Dus nou, dan moet je een soort volgorde afspreken waarin je weggaat. En dan ga je dan in. Maar... Ik bleek veel beter te kunnen zwemmen. Dus in eerste instantie herken ik dat je dan er voorbij moet zien te komen. Dat levert inderdaad zeker bij die keerpunten wat trappen op. Maar als je dan los bent, had ik dikke mazzel. Want dan heb je vrije baan. Ik heb namelijk later ook nog wel eens een zwembad triathlon gehad... waar je wel op tempo ligt. Ja. Maar dan ben je gewoon eigenlijk de hele afstand met elkaar aan het klooien. Dus is jouw tip dan altijd... Schrijf je in een langzamere baan. Ja. En zwem van de kop weg. Nou ja, het was geluk. Ik weet niet of dat een tip is. Maar laten we luisteren naar Wim. Want die viel nog wat anders grappigs op in zo'n zwembad triathlon. Hoi vrienden van de show. Hier Wim Wennekes. Mijn vuurdoop was in 2017, de kwart triathlon van Ter Aar. Dan zwem je in een prachtig buitenbad, 40 baantjes. Dat is wel zo handig als je nog niet zoveel ervaring hebt met open water zwemmen. Ik vroeg me wel af, hoe houden we er nou precies bij wanneer je klaar bent met je 40 baantjes? Maar dat is niet zo ingewikkeld. Per baan krijgt iedereen een andere kleur badmuts. En er zijn juryleden die alle baantjes voor jou tellen. En als je 38 keer gezwommen hebt, dan krijg je met een soort hamer een tik op je hoofd. Niet al te hard op je badmuts. En dan weet je dat je nog 1 keer op en neer moet en dan is het klaar. Nou, bij het verlaten van het zwembad was ik toch pardoes weer een beetje vergeten waar mijn fiets nou precies stond. Want het ziet er toch weer net anders uit met al die mensen in het park van mee. Nou, een laatste tip. Ga vooral genieten. Genieten van je triathlon. Een goede tijd kan altijd nog. Ja, genieten. Ja, Park Vermee. Ja, daar moeten we het maar eens even over hebben. Jij refereerde net al aan, de wisselkoning. Ja. Kijk, ik kan niet heel goed zwemmen. Ik kan al helemaal niet goed fietsen en niet lopen. Maar ik heb ontdekt wisselen. Ik kan heel snel aan en uitkleden. Dat hoeft dus niet. Maar dat komt natuurlijk, je hebt bij triathlon achteraf... mensen ook die luisteren die eerst triathlon... je hebt een chip om je enkel. Mm-hmm. En daarmee heb je alle stukjes van de triathlon later... in een tabel met tijden terug. Dus... getallen-nerd als ik was, ging ik dan die daarmee zitten excellen en allemaal dingen zitten vergelijken. Waar kwam ik nou iedere keer achter? Ik ben letterlijk top van het veld, vaak de snelste of anders, zeker top 3 van de dag in dat wisselen. Dus in van het zwemmen naar de fiets en van de fiets naar het lopen. Ja, doe je dat? Je moet maar ergens goed in zijn. Heb je je schoenen ook al in je fiets? Ik heb een paar tips. Ja, ik wil niet helemaal uitrafelen wat er nou daar doen we wel een aflevering over. Ja. Hoe ga je goed wisselen? Maar het belangrijkste wat Wim net ook zegt, en dat is echt wel iets voor je eerste triathlon. Die wisselzone, dat is trouwens ook een kijkerstip. Als je ooit bij een triathlon gaat kijken, ga kijken bij die wisselzone. Want je bent door de adrenaline, door de inspanning, door de nieuwigheid totaal gedesoriënteerd. Dus je komt dat water uit, je hebt gestrest, je bent haast. En... zet een vlaggetje bij je fiets. Nou precies, daar komt mijn punt. Ik liet net die foto zien van dat Park Vermee vooraf. Dat ziet er heel anders uit dan als je daar komt in de wedstrijd. Want van tevoren staan daar allemaal mensen, is daar chaos, er staan fietsen waar je naar kijkt. Maar als je het zwembad uitkomt, is of vaak heel veel fietsen zijn weg. Ja. Dus heel dat vak is leeg. Nou, sowieso zijn al die mensen weg. Dus de belangrijkste hele concrete tip is, zoek een markeringspunt. Ja, een vlaggetje neerzetten mag officieel geloof ik niet. Een opvallende handdoek is er wel een. Hè? Zoek een handdoek die je naast je fiets legt, waar je snel kan herkennen. En zoek een fysiek markeringspunt in de omgeving waarvan je weet dat het niet verandert. Een vuilnisbak, een kliko, een vlag op het hek, een vlag in de buitengang, een pand als het ernaast is, dat je weet. Dat is tip 1. Dus weet, ik sta ter hoogte van die. Tip 2. Ik ga altijd de route in het wisselzone proef lopen. En soms wel meer dan 1 keer. Dus ik ga letterlijk niet soort van kijken... oh ja, ik weet wel ongeveer daar. Nee, ik loop helemaal naar het begin. Waar kom ik het water uit? Dan tel ik. Hoeveel gangen moet ik voorbij voordat ik in moet? Hoe ziet die eruit? Okay. Dan loop ik erin en ik loop hem er ook weer uit. En terug doe ik dat ook. Wandelend of hardlopen? Nee, wandelend. Nee, maar gewoon visualiseren. Want... Maar dan moet je dat allemaal wel onthouden, zeg maar. Dat zit toch... Ja, het is gewoon inprinten of zo. Hè? In ieder geval... noteer je het op je hand? Nee. Gewoon, ik beeld het me heel erg in. Ik kom straks dat water uit. Heb ik wetsuit aan. Wat moet ik dan doen? Ja. Dan moet ik hier naartoe. Dan kom ik... Nou, en dan heb ik inderdaad inmiddels geoptimaliseerd wat ik in die wissel doe. Namelijk zo weinig mogelijk. Ja. Maar dat is voor je eerste triathlon niet zo relevant. Wat wel een tip is, oefen het. Tuurlijk moet je oefenen met zwemmen en hardlopen en fietsen. Maar pak toch een aantal keer en ga gewoon droog oefenen. Leg je spullen allemaal neer. Beeld je in dat je uit het zwembad komt. En wat doe je dan? In welke volgorde? En er is ook wel wat te zeggen over welke volgorde het slimste is. Maar het belangrijkste is dat je niet daar nog moet gaan nadenken over wat moet ik eigenlijk doen. Ja, nee. Dan weet je één ding zeker, dan komt het niet goed. Ja. Dus dat is... Ja, ik ben er heel erg van, ik neem altijd mijn rust, maar dat kost wel een minuut, 2 minuten soms extra. Ja. Echt, vooral met, ik heb het tijdje... En plekken, hè, want ik ga dus in die Excel kijken, ik haal gewoon 10 man in de wisselzone. Je zag toen, had ik ook sokken aan. Ja, dat heb ik ook gedaan. Eerste triathlon, alle drie de triathlons gewoon met sokken. En niet dat gelul dat je dadelijk blaren hebt. Nee, maar dat is wel heel... Als je strakke sokken hebt en natte voeten, is lastig. En vooral als het dan niet goed zit. Die afweging had ik heel bewust gemaakt. Ik dacht, want ik zie ook, hè, als je echt sprinttriathlon blote voeten, heb ik later ook wel gedaan. Scheelt ook weer iets in de wissel. Maar ik dacht, wacht even. Risico op uitval. Als je echt je voeten kapot loopt, dan is het afgelopen. Nou, dan pak ik liever die 20 seconden extra om even wat sokken aan te trekken. Het comfort, dat is het mij wel waard. Zou ik iedereen aanraden. En waar neem je je banaan? In de sprinttriathlon eet ik niet. Nee, dat hoeft dan ben ik ook minder dan anderhalf uur bezig. Kwart triathlon. Ja, dan eet ik op de fiets. Ja. Niet in de wisselzone. Voor mij kom ik aan, neem al een hap. Oh ja? Ja. En dan aankleden en dan de volgende hap. En dan kan hij weg als je op die fiets stapt. Zeg maar. Nou, en dat is iets wat we net hoorden in het verhaal van Helga. Dat is ook wel iets wat heel veel fout gaat. Of veel eerste keer triatleten overkomt. En dat is, er zijn natuurlijk een paar belangrijke regels in die wisselzone. Je hoort Helga over de balk en de streep die zij vergat. En daar wordt streng op gehandhaafd. Ja. Oftewel, er is aan het einde van de wisselzone... of een streep of een balk, dan is het makkelijker. En dat is de plek waar je, als je van het zwemmen komt, pas na de balk mag je op je fiets stappen. En als je terugkomt, moet je voor de balk eraf. Daar wordt streng op gehandhaafd. En daar staat iemand met een hesje en een fluitje. En als je dat per ongeluk verkeerd doet, dan zijn ze er ook weinig tolerant in. Die mensen vinden zich heel belangrijk, zijn ook heel belangrijk. Zijn heel belangrijk, ja. En regels zijn regels, dat is ook wel heel duidelijk. Ja, nee, dus van die balk, dat snap ik nog wel. En dan is dus ook weer de tip, ga vast eens een keer kijken. Ja. Waar is hij? Maar ook draait dus om. Hoe ziet hij eruit van de andere kant? Doe ik dus om, maar ik ben vrij visueel ingesteld. En het andere, en dat is misschien wat Piet Luttiger, maar weet het maar voor je eerste triathlon. Waar ze ook echt extreem streng op zijn, is dat je... niet aan je helm mag komen... of in ieder geval nooit je helm los mag maken... op het moment dat je je fiets vast hebt. Ja. Terwijl dat voelt zo logisch, toch? Je bent van die balk afgestapt, je loopt terug naar je loop. Ik denk, nou, klik dat ding vast los. Nou, dat is garantie op een heel boos fluitje... en iemand die bij je komt zegt... meneer, stilstaan. En dan mag je niet eens verder... voordat hij weer vast zit. En dan kan je vertellen, dat lukt je niet. Want je hebt trillende handjes en je bent moe... en je krijgt hem niet meer vast. Dus hele belangrijke tip, blijf van je helm af... tot je helemaal je fiets kwijt bent. Ja, en de tip is toch, kom op tijd. Ja, want dit soort verkenningen allemaal te doen. Sowieso, want vaak moet je verderop parkeren... inschrijven nog, nummers halen, noem maar op. Als jij last minute nog even die Hoe ver fiets... van tevoren ben je er? Nou, dat ben je echt... Nou, een uur denk ik wel. Maar dat heeft ook echt te maken... Ik zelfs anderhalf hoor. Ja? Ja, 1,5 uur voor de start wil ik er zijn. Om een beetje... Ja, je moet toch even nog naar die wc, hè? Alles, je moet van alles. En tegenwoordig dat pak aandoen. Ja, als het, ik denk altijd maar... Ik sta liever daar even lekker te wachten... en gezellig te kletsen met mijn buren... dan dat ik thuis een extra kop koffie drink. Dat geklets geeft ook wel wat goed voor de gemoedsrust. Ja, van, heel leuk. Als jij een beetje tips. Ja. Want inmiddels ben ik natuurlijk geen beginner meer. En dan zie je dat mensen klooien. Hoe moet ik nou mijn spullen neerzetten? Een beetje helpen. Precies. Ja, vind ik leuk. Ja. Beetje kennis delen. Ja. Zit even te kijken wat we nou nog meer hebben. Deze foto wil ik even pakken. Dit is, en dit ben ik ook, je herkent me niet, een paar kilo extra. Dit, daar, in dat goedkope pakje. Op die goedkope fiets. Het fietsen. Een van de herinneringen die mij echt is bijgebleven uit deze eerste triathlon... en dit is ook prachtig met het molentje, maar ik heb nog een foto. Dan zie je hier het overzicht. Op een gegeven moment viel mij op hoe stil het is. Het was daar super druk, zoals je ziet. Er waren daar heel veel mensen. Het was een grote N-weg. Het was doodstil. Ja. Ik vond dat zo bijzonder. Je hoorde alleen het gezoem en het gezoef van die wieltjes. En verder, af en toe wat geheik als iemand langs je kwam. Het was gewoon sereen. Ik vond het echt prachtig. Prachtig. Het was ook een mooie dag natuurlijk. Zonnetje erbij, niet te veel wind. Hoe zit jij in het steren? Ja. Net zoals ik zit met het autorijden. Ja, precies. Okay, oftewel, nou, ik weet heel goed wat de regels zijn. Voor de mensen die op weg zijn naar een eerste triathlon, steeren, oftewel in het wiel hangen van iemand, is uit den boze. Je moet minimaal 12 meter, zeg maar 6 fietslengtes afstand houden. En dan moet je via de andere kant van de weg erlangs. Ja. Binnen 30, nou reken maar 25 seconden. Zo niet, loop je het kans. Er rijden motoren rond op de weg. Nou, je ziet hier op de foto ook een motor. Precies. Als ze dat zien, krijg je gele kaart, krijg je tijdstraf, allemaal ellende. Dat zijn de regels. Maar ik heb 2 manieren waarop ik daar een beetje elastisch mee omga. Ik steer mentaal. In de zin, ik hou mijn afstand wel. Maar je hebt, wat jij al zei, je hebt een richtpunt. Dus je hebt gewoon toch iets om je aan vast te klemmen. En je probeert dan in ieder geval het gat gelijk te houden. Ja. Nou, dat mag volgens mij gewoon. Nee, maar dat is die wetenschappelijke studies zijn er ook. Ja, hè? Dat precies. Het is gewoon wetenschappelijk gebaseerd. Ja, dus dat mag, absoluut. En daarnaast moet ik bekennen dat ik... In mijn eerste jaar nog niet hoor, maar toen ik wat langer dacht ik... Ja, waarom ook niet? Ja. Ik bedoel, de regel is je moet er binnen 25 seconden langs. Waarom zou ik dan die eerste 10 seconden niet even pakken? Ik besef me terwijl ik het zeg, het is volledig against the spirit of sports. Maar ja... En goed, die jury daar is net weg. Ja, je weet een beetje van hoeveel er zijn. Maar die jury daar is net weg. Ga jij echt steren dan, zeg je dat? Nee, maar dan weet je, kan wel iets meer... Wel met inhalen, toch? Vrijheid nemen. Of ga je er echt dichter achter hangen? Nou, ja. Echt? Ja. Weet je dat ik... Want zo scheiterd ben ik dus ook. Voor de mensen die denken, waar hebben ze het nou? We hebben het over gehad in de laatste doping special. Helemaal op het eind zet je mij voor het blok. Hoe ga ik om met mijn normen en waarden en regels? Ja. Ik ben zo bang om gepakt... Ik heb ook nog nooit... Heb jij wel eens een kaart gehad? Nee, ik ook niet. Ik zou me zo kapot schamen. Ja, precies. En ik weet, de allerlei atleten die misschien nu luisteren... Die kaarten worden soms lichtvoetig en onrechtvaardig uitgedeeld. Maar je wilt toch geen kaart hebben, joh? Nee. Ik zou me kapot schamen. Erg, nee, dus ik smokkel wel een beetje binnen de marge... Dat ik denk, nou, ik haal rustig in... En ik gebruik mijn 20 seconden goed. Ja. Maar daarbuiten hou ik me wel aan de regels. Wat ik wel leuk vind over die regels, we hadden het net over die balk. Ik heb wel lol in om zo hard mogelijk op die balk af te gaan. Ja, dat die official altijd heel zenuwachtig wordt. Ja. En begint te fluiten. Afstappen, afstappen. Ja, dat weet ik ook wel. Ja. Ik weet wel hoe het werkt. En deze foto heb ik ook nog neergezet. Dit is een foto aan het einde bij de finish. Dit is dan Leiderdorp, is heel weldadig. Maar ik ken toch eigenlijk heel veel triathlons inmiddels gezien waar dit is. Hè? De beloning is zoet. Aan het einde, wat staat hier? Bananen, sinaasappel, meloen, peperkoek, dropjes, winegums, limonade, koffie. Je stort je in een groot buffet van lekkers. Maar heb jij jouw eerste oefentriathlon, die heb jij gewoon netjes afgemaakt, zeg maar? Zeker, ik heb nog nooit een triathlon niet gefinished. Nee. Dus maar het was een oefentriathlon. Ja. Dus ik heb vanmorgen even de tijd opgezocht. 1 uur 24 minuten. En toen kwam die tweede oefentriathlon. Die was wel een stuk sneller. En toen kwam de echte, de Keistad. Die was 1... Nou, ik gok ergens 105... Tussen 105 en 110 heb ik op een gegeven moment wel gedaan. Ja. Grappig. Ja, nee, dat was leuk. Nee, heel leuk. Maar goed, we hebben het over de eerste. We hebben nog 2 berichten te gaan. Even kijken. Femke. Want ik zei dus dat fietsen, zo kwam ik erop. Ik vind dat fietsen een mooi moment. Ik vind het sereen. Ik moet toegeven, dit is ook waarom ik verliefd ben op triathlon. Dat is ook deels het feit dat gewoon de hele weg wordt afgezet. Ja, voor jou. Overal dranghekken, reddingsboten in het water. Ja. Dat vind ik zo tof. Ja. En dan mag jij dan met je fietsen overheen. Nou, Femke ging naar Kijkduin voor haar eerste triathlon. Daar werd niet fietsen. Hey Gerrit. Mijn eerste triathlon was in Kijkduin in de zomer. Ik was het gaan doen omdat ik zwemmen in zee eigenlijk heel eng vond. Dus dat leek me een goeie om mezelf dan een beetje een stok achter de deur te hebben. Maar natuurlijk moet ik het eigenlijk een beetje van het fietsen hebben. En omdat het super mooi weer was, het was bij Kijkduin, het was ontzettend druk, werd het fietsonderdeel afgelast. Omdat het te druk was op het fietsparcours en te lastig voor de verkeersregelaars om het daar in goede banen te leiden. Dus was het opeens een zwemloop geworden. Wat alsnog heel leuk was om te doen. Maar een hele andere onverwachte ervaring dan ik had verwacht. Tja. Ja, dan, bizar, toch? Ja, gebeurt wel meer. Hè? Meestal, tenminste wat ik tot nu toe het meest heb gehoord de afgelopen jaar... is natuurlijk dat het een zwemonderdeel wordt afgelast vanwege onweer. Ja. Dan wordt het opeens een loopfietsloop vaak. Ja. Wat ik mooi vind aan dit bericht voor iedereen op weg naar zijn eerste triathlon. Nou ja, we zijn in corona-jaar natuurlijk niet aan het zwemmen. Maar er kan van alles gebeuren op die dag. En deel is natuurlijk ook dat je weet om te gaan met onverwachte omstandigheden. Ja. Of het nou is het aflasten van het zwemmen. Het aflasten van het fietsen in Femke's geval. Lekke banden. Lekke banden, ja. Zeker. Heb je dat wel eens gehad? Eentje gehad. En inderdaad toen op een geleende fiets ooit. Ja, ook niks mee gedaan. Ja, maar dat was gelukkig niet mijn eerste triathlon. Nee, hè? Dat is een beetje dan een beetje. Ja, bij de eerste zou ik me nog gaan plakken, denk ik. Of iets doen, toch? Ja, ik heb ook nooit materiaalpech gehad. Maar dat moet natuurlijk ook komen die dag. Ook dat hoort... Ja, aan de andere kant, materiaal is tegenwoordig zo goed. Ja, daar heb ik zoiets van. Nou, volgens mij moet je... Nou, maar dit geldt natuurlijk meer bij de lange afstand. Ja. Kijk, die sprintjes gaat het wel. Maar de lange afstand, toen ik me ook aan het voorbereiden was op die eerste halve, denk ik toch, nou, ik moet dan moet je dus ook maar een keer oefenen. Wat gebeurt er als je lekker gaat? Ga je bandje wisselen? Ga je doen? Want als je dat snel kan en je hebt dat getraind, dan hoeft dat helemaal niet zoveel tijd te kosten natuurlijk. Zwemloop lijkt me, dat heb ik eigenlijk nooit zo gedaan. Wel lastiger, want dat fietsonderdeel, dat vind ik altijd een heerlijk onderdeel, omdat je daar natuurlijk je energie weer kan sparen, relatief. Ja. Hè? Vraag of je het doet. Ik herken dat niet even. Ik zeg maar ik denk, wat zegt hij nou eigenlijk? Je energie sparen? Nee, maar ik zit bij mezelf. Dat denk ik altijd. Maar de praktijk is toch anders, omdat je, je ziet mensen voor je die wil inhalen of noem maar op. Dus uiteindelijk is het niet van dat jij even rustig aandoet, even bijkomen van het zwemmen. Toch? Nee. Knallen. Ja, maar goed, dat brengt me dan toch misschien nog even de studies die ik gezien heb. Ja. Het grappige is dan, nou, eerst ga je... Waar kun je het meeste winst ophalen? Waar moet je eigenlijk op trainen? Nou, los daarvan moet je... Louis heeft het hier al gezegd, hè? Louis de hoofdcoach van de NTB. Daar ga ik er toch nog het een en ander over zeggen. Kijk, los daarvan moet je al deze onderdelen getraind hebben. Liefst nog eens een keer die extra's dus. En de wissels. En dan komt het in principe... Voeding. Altijd iets meer, hè, een keer 10 kilometer, in plaats van 10 kilometer dan 12 kilometer lopen of noem maar. Ik bedoel, want het duurt uiteindelijk allemaal langer. Let op wat je nu zegt, dat geldt voor de korte afstand triathlons. Voor een lange afstand ga je natuurlijk niet iets langer dan de marathon. Nou, er zijn best wel wat data zijn verzameld door wetenschappers die het leuk vinden. En die hebben alle Ironmans Hawaii bijvoorbeeld op een rij gezet. En dan gekeken, daar kun je ook een model aan plakken. Gewoon alle tussentijden, split times, verschillende onderdelen. En dan kijk je, nou, wat uiteindelijk levert de meeste bijdrage aan een goede tijd op het eind. Nou, dan is het, fietsen is logischerwijs, denk je, je zit het langst op de fiets. Ja. Die is ook in de loop der jaren het meeste verbeterd bij iedereen. Nou, de aerodynamica is gewoon beter geworden, betere fietsen, noem maar op. En de bijdrage eigenlijk van de fietsen is bij zo'n Ironman het grootst. Mm-hmm. Nou, dat kun je ook wel voorstellen. Gewoon in het aantal uren dat je ermee bezig bent. Ja. Maar nu is ze hebben van de Olympische distance gekeken. Ja, dus de kortere afstand. Ja, alleen daar mag je steren. In zo'n elite race. Ja. Niet bij de amateurs. En daar komen ze achter. Ja, dat is een hele ander soort pacing. Dan gaan ze extra... Nou, het zwemmen is belangrijk om in het goede groepje te zitten. Ja. Vroeg eindigen en dan inderdaad fietsen is relatief bijkomen, energie sparen, omdat er gestegen worden. En daar maakt logischerwijs het lopen weer het verschil. Dus degene die gewoon best te lopen. Omdat je waarschijnlijk in zo'n race met z'n allen in een pelotonnetje aankomt en dan moet je daar onderscheiden. Ja. Dus dat is... maar dat vertaalt zich dus niet helemaal naar de amateurs die hun eerste triathlon gaan doen. Hè? Maar dan heb je... het is inderdaad... Kijk, bij die Ironman kijken ze top 3 of top 10. Kijken ze een beetje bij de top 50. Dan kom je al achter dat een hoop mensen toch die het fietsen juist ook gebruiken om energie te sparen, inderdaad. Om toch 180 kilometer. Ja, dan mag je aannemen dat je af en toe eens even wat wil bijkomen. Maar nog even over het Louis-verhaal. Louis de La Haye heb het over. Aflevering, moet ik even spieken, nummer 49. 40. Wij vroegen hem de gouden tip voor triatleten. Ja. Toen zei hij, je moet fietsen trainen. Lopen. Ja, en dat was eigenlijk toch, want daar profiteert ook het lopen van. Ja. Ga je hier toch nog een boompje over opzetten, ik heb toch wel wat studies opgezocht. Ik kan er wel zeker wat in vinden dat je eigenlijk energiesystemen, mitochondriën, noem maar op, spieren, je hart, allemaal traint, ook bij het fietsen. En dat je niet elke dag kan gaan lopen met alle belasting voor knieën en gewrichten. Maar ik heb ook wel studies gevonden die laten zien, maar je moet echt, het lopen moet gewoon ook echt goed getraind worden. Los van die studie met die OD. Dat zei hij natuurlijk niet, hè? Voordat je hem daar weer woorden in de mond legt. En dat is wel, ze hebben een groep hardlopers, wielrenners, triatleten, hebben ze wel eens gekeken naar de, heb je hem weer, efficiëntie van het lopen en het fietsen. Mm-hmm. En dan, wat je dan doet, is dan zet je mensen op een loopband of op een ergometer en een beetje zuurstofconsumptie. Ja. En dan kun je aan de hand daarvan eigenlijk bepalen van hoe goed kan iemand met zijn zuurstof omgaan. Hoe efficiënt wordt die omgezet in energieverbruik? Ja. En dan bleek gewoon dat voor het lopen waren de lopers het absoluut het beste. En die waren 20% beter, efficiënter liepen die dan wielrenners. Dus dit waren wielrenners die nooit liepen. Mm-hmm. En triatleten waren dan, die zaten daar tussenin. Dus dat betekent dat de lopers waren, gingen efficiënter om bij het hardlopen. Maar bij het fietsen was dat helemaal niet... Dat geval zag je niet. Dus het was niet dat de wielrenners efficiënter fietsten dan de hardlopers. Kortom, er is iets met fietsen, waardoor de efficiency train je niet door meer te fietsen. Maar door slimmer te fietsen dan? Of zo. Ja, waarschijnlijk op andere manieren. Maar het is dus niet. Dus het is daadwerkelijk, wil jij efficiënter leren lopen, dan moet je lopen. Je zit hier een beetje de hoofdcoach van de NTB tegen te spreken in deze podcast. Wil je efficiënter fietsen, ja, dan maakt het niet uit. Dan hoef je niet specifiek op een fiets te zitten, te trainen. Nou, dat vond ik toch best wel even... Ja, vind ik ook interessant. Ik vermoed dat we hier Louis verkeerd interpreteren. Maar misschien is zeker. Dat dan maar aanleiding voor een follow-up. Nee, maar ja, de korte boodschap van ga vooral fietsen en dan komt het lopen wel goed. Dat is dus zeker niet het geval. Ik ben hier wel een beetje blij mee, want hij zei dat toen en het voelde contra-intuïtief. Ja. Ik merk ook dat ik gewoon het lopen moet voor mijn gevoel meer trainingsarbeid insteken om goed te kunnen lopen. Maar ik fiets ook niet zo sterk. Dus ja, maar wat vind jij zelf het fijnste onderdeel? Poeh. Ook mentaal. Ja, dat wordt mij vaker gevraagd. En dan kom ik altijd uit bij wisselen. Nee, dat heb ik niet zo echt. Want ik vind gewoon het geheel zo leuk. Want ik vind eigenlijk vooral die dag zo leuk. Nou, ik vind het lopen dan toch wel het lekkerste. Dan, ja? Ja, ook het feit van... daar heb ik het meeste pijn. Maar de finish is in zicht. Ja. Nee, maar zo heeft elk onderdeel wel wat. Snap je? Dus ik vind zwemmen... Wat ik leuk aan zwemmen vind, is dat ik daar relatief goed in ben in het veld. Dus ik kom daar in het eerste kwart eruit. Dat vind ik leuk. Ja, maar geniet jij daar dan ook echt van? Ik zou dan toch nog iets... Wel. Ik zou nog iets hebben, maar ik moet nog even... Okay, ja, 3 jaar, maar daar kan ik inmiddels van genieten. Vervolgens, fiets. Wat ik leuk vind aan fietsen, het gaat hard. Het is die rust, de omgeving, het spel met de anderen. Vind ik ook heel leuk aan fietsen. Doet wel pijn, ik ben er niet zo goed in. Dat vind ik dan weer minder leuk. En bij lopen, dat gaat me oké af. Maar ik vind lopen leuk los. Maar ik weet niet of ik dat nou in de triathlon het leukste... Nee, dus het is voor mij wel het hele pakketje. Een hele pakketje. Ja, hele mooi, pakketje. Ja. Dan komen we op het onderwerp genieten. Wim Wennekes zei het al, geniet van... Ik kijk ook naar de klok. We moeten nog met Guido zoomen en vroemen. Maar we hebben nog een leuke boodschap van vriend van de show... Remco Rennes. Hey, Jurgen en Gerrit. Hier een bericht van jullie vriend van het eerste uur. Wat een leuke vraag. Naar de ervaringen van mijn eerste triathlon. In 2009 werd ik gevraagd en uitgedaagd om aan een triathlon mee te doen. Ik had wel eens een marathon gelopen en fietste zomers veel in voorbereiding op het schaatsen in de winter. Ik ben altijd een duursporter geweest en geniet doorgaans extra lang van het parcours en omgeving. In de uitslagenboekjes van vroeger begin ik stevast achterin te bladeren. Snel ben ik nooit geweest. Toen bij mijn eerste kwart triathlon in augustus 2009 in Veenendaal merkte ik dat als je met 3 onderdelen aaneengesloten redelijk uit de voeten kan, ik ook redelijk voorin eindigde. Een totaal nieuwe ervaring en sindsdien ben ik gevallen voor de triathlonsport. Als je bovendien op een tropische dag op het mooie zonovergoten parcours en groene gras van de transitiezone in Veenendaal begint, ligt de lat wel erg hoog voor volgende triathlons. Totdat natuurlijk volgend jaar onze eigen Heuvelrug-triathlon rondom het Henschotermeer en over de Heuvelrug eindelijk kan worden georganiseerd. De Heuvelrug-triathlon, misschien wel de mooiste en groenste, maar zeker de langst voorbereide triathlon van Nederland. Ja, mooi hè. Ons eigen clubje, de UHTT, de Utrechtse Heuvelrug Triathlon Team, ging in 2020 zijn eigen triathlon organiseren. En helaas, zoals we allemaal weten, roet in het eten dit jaar weer. Maar hij komt er. Dus laat dit ook een mooie reclamespot zijn voor die triathlon. Leuk, goed verhaal Remco. Ja, eigenlijk, triatleten kunnen niks. Natuurlijk zijn nergens echt goed nergens in. Ze kan je erin behalve alles samen. Ja, maar dat is ook als je mij vraagt, wat vind je het leukste? Ja, dat ik alles een beetje kan. Ja, nee, klopt. Nou, en het trainen, dat je ook niet elke dag... Ja, die afwisseling in trainen. Nou, dat is misschien nog een laatste voordat we naar Guido gaan. Thijs vroeg ons toen in die podcast van... kan 10 tot 12 uur in de week trainen, is dat genoeg? Toen riep ik, 4 uur is al genoeg. Nou, dat is misschien niet voor Thijs Zonneveld, want die wil natuurlijk meteen winnen en die wil een hele doen. Maar zeker voor je eerste triathlon, als dat een sprint of een Olympische afstand triathlon is... dan is 4 uur in de week, waarmee ik bedoel alle sporten een uurtje. Als de basis goed is, dan kun je dat echt met veel plezier gaan doen. En al die onzekerheid over kan ik dat wel, joh. Als jij gewoon 10 kilometer kan hardlopen, kun je ook een sprinttriathlon. Ja, je kan elkaar natuurlijk helemaal gek maken, maar hey, daar ben ik ook met je eens. Ja. We gaan snel door naar Guido. Is goed. We gaan zoomen met Vroemen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Hey Guido. Goed dat je er weer bent. Hey. Wij hebben een beetje een bijzondere aflevering. Weinig wetenschap, veel mooie sterke verhalen. En dan zoomen we specifiek in op onze eerste triathlon. We hebben wat clubgenoten gehoord. We hebben Jurgen en mij uitgebreid gehoord. En we willen zo even van jou horen. Je begeleidt natuurlijk atleten, bijvoorbeeld naar hun eerste Ironman. Of je daar veel gemaakte fouten ziet. Maar toch eerst ook even bij jouzelf beginnen. Weet je jouw eerste triathlon nog? En wat is een herinnering die eruit springt van die eerste triathlon? Ja, dat was echt wel toen ik nog in Limburg woonde. Dat was een beetje ik denk eind jaren 80, begin jaren 90, een beetje zo dat proberen. Volgens mij was het ergens in Susteren, bij een of andere beertje op een camping. En ik voetbalde alleen maar. Dus ik kon eigenlijk, en fietsen dat kon ik ook altijd wel, maar zwemmen denk ik eigenlijk nooit. Dus die start dan in dat meer, dan was ik al meteen, oh mijn god, hoofd boven water houden en ademen blijven. Hè, dat was eigenlijk het belangrijkste. Dus ik denk, jeetje, als ik hier maar uit het water kom. En eigenlijk is dat een hele triathlon carrière wel zo gebleven. Echt zwemmen, dat heb ik nooit goed kunnen leren. Nee, de befaamde wasmachine, daar hebben we het net ook al even over gehad. Heb jij... Heb je nou nog een belangrijke les uit die beginperiode waar je zegt, nou, dat deed ik daarna altijd anders? De belangrijkste les voor degene die de eerste triathlon gaan doen. Ja, ik denk dat de belangrijkste les is dat je altijd een keer in het buitenwater moet gaan zwemmen. Hmm. Dat moet je altijd doen. Hè? Want triathlon is natuurlijk een triathlon waar je in het zwembad ook moet zwemmen. Maar de meeste triathlons tegenwoordig is buitenwater zwemmen. Oefen dat gewoon heel goed. Hè? Weet je, de meeste die maken daar de fout. Die kunnen goed zwemmen. Die hebben er nooit ergens in de meer gezwommen. En dan ineens dan slaat de schrik werkelijk helemaal op je lijf. En paniek. En alles verkrampt. En... ademhalen gaat niet meer en ja, dat die boot gaan hangen van ik kan niet meer, ik ben helemaal stuk, ik kan het niet meer. Dus daar gaan de meeste dingen fout en dat moet je echt gewoon goed proberen te oefenen, zodat je daar gewoon comfortabel voelt. Ja. Voordat we nou die mensen die hier naar luisteren zeggen, ik ga op weg naar mijn eerste triathlon, heel bang maken. Misschien ook wel goed, hè? Je weet niet wat je niet weet. Guido zegt hier al even aan de boot hangen. Er zijn nogal veel kano's en surfplanken en reddingszwemmers om deze massa heen. Omdat die ook wel weten dat het kan zijn dat je in paniek raakt. En mocht je dat gekomen, hand in de lucht en ze komen zo bij je. De verdrinken er weinig tijdens een triathlon gelukkig. Ja, het voelt soms anders. Ja. Ja. Maar vind jij een triathlon met in het zwembad ook... nog net geen echte triathlon eigenlijk? Of, Ja, dat zei Guido een beetje tussen neus en lippen. Ja. Nou, kijk, ik heb net verteld, ik heb allebei gedaan. Ik vind het wel een lekkere start, maar dat vind ik wel net geen echte triathlon. Ja, klopt. Maar het is wel veilig starten. Ja. Ja. Hey, wij hebben het in deze aflevering veel over korte afstanden gehad. Achters, sprintjes misschien. Jij coacht en traint natuurlijk ook atleten die opgaan voor die lange afstand. Een halve of een hele triathlon. Soms ook misschien voor hun eerste keer. Wat zie jij nou als veel gemaakte fouten of welke tips kunnen we mensen meegeven die voor het eerst opgaan voor een lange triathlon? In de wedstrijd bedoel je dan? Ja. Te hard van start gaan. Met name dan als ze op de fiets stappen. Ze hebben gezwommen. En daar kom je meestal wel redelijk fris wel uit het water. Maar je barst van de energie natuurlijk. Je hebt getraind. Je hebt als het goed is de week daarvoor wel een beetje rustig aangedaan. Dus je wil heel graag. Dus de motivatie komt je oren uit. En dan echt gewoon. Ja, het voelt zo makkelijk aan dat eerste uur. En dat tweede uur. Dat door. Het zou eigenlijk wat rustiger moeten, maar het voelt zo goed aan. Luister, Maak een plan van tevoren wat reëel is en hou je daaraan. En denk niet van, ja, maar weet je, al die tijd die ik nu kan winnen, dat is het maar wel wat binnen. Dat heb ik al. Maar dan betaal je 10 keer zo hard terug. Op een gegeven moment ben je met fietsen, dan wordt het aan het eind al zwaar. En dan moet je nog aan het lopen beginnen. En dan is het eigenlijk, moet normaal gesproken aan het lopen beginnen. En dan nog dat gevoel hebben van, wow, ik kan nog steeds keihard gaan. Ik heb nog steeds echt heel veel zin en motivatie. De laatste 10 kilometer, dan wordt het zwaar en dan mag iedereen het zwaar hebben, uiteraard. Dan ben je wel lang bezig. Maar het moet niet al op zijn op de fiets. Dus vermogensmeter, denk ik, hè? Die helpt daar wel bij. Ja, toch? Ja, 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 ja. En daar, weten wat je kunt, hè? Op welke afstanden. Hè? Als jij 5 uur op de fiets moet zitten, weten welk vermogen je dan kunt rijden. Dat is kennis van je eigen lichaam. En dan tijdens die race je daar ook aan houden. Daarnaast zorgen dat je dus ook nog een goed voedingsplan hebt. Waar je je ook aan houdt. Dus de energie die je verbruikt. Daar moet ook weer zoveel mogelijk van erin komen. Want daar heb je gewoon nodig die dag. Ja, ook al heb je geen honger. Of voel je anders. Denk je, ach, ik kan wel een keer overslaan. Altijd ja, niet wachten. Volgen. Nee, niet wachten tot je denkt. Oh ja, ik heb nu al trek. Nee, gewoon om het half uur een beetje. Blijven aanvullen. En nog even de transitie fietsen, lopen. Raad jij nog mensen aan om inderdaad de hogere cadans in de laatste kilometers of wat lichter te fietsen qua versnelling? Of is dat een beetje achterhaald, dat idee? Maar bij sommigen werkt dat natuurlijk wel. Hè? Dat je een beetje de druk van je bovenbenen afhaalt en daar even wat souplesse in gaat brengen, bijvoorbeeld bij het lopen. Het belangrijkste doe ik altijd, is eigenlijk in de voorbereiding gewoon minimaal 1 keer in de week echt een koppeltraining. Dus als je gefietst hebt, gewoon meteen van de fiets af, fietsschoenen uit, loopschoenen aan en dan 20, 30 minuutjes hardlopen. Dat is zat, weet je, dan heb je die transitie al gehad en dan ben je daar doorheen en dan weet je, ja, die eerste kilometer voelt altijd gewoon heel slecht aan. Maar gewoon lopen blijven, dat gaat weer weg. Dan kom ik straks alweer in een beter ritme. En of je dan die laatste 5 kilometer met een hoge pedals hebt gereden of niet, die eerste kilometer blijft ook slecht. Ja, Kippenbenen noemde ik dat eerder in deze aflevering al. Kippenbenen. Ja. Ja, zo voelt dat voor mij. Ik moet wel zeggen, Jurgen, ik zit een beetje hier stil te luisteren. Ik heb een enorm inzicht. Door jouw eerste tip net, Guido. Jij pest mij altijd een beetje met mijn pacingproblemen. Mm-hmm. En opeens besef ik me, natuurlijk voor 10 kilometer is gewoon jeugdige onbezonnenheid. Maar ik heb dat natuurlijk ook in mijn marathons gehad. Het zit hem daarin inderdaad. Het zit hem in die paceweek. Of in die taperweek. In het feit dat je super uitgerust bent. Dat je super gemotiveerd bent. En inderdaad denkt, ik wil, ik kan, ik ga vliegen. Dus je gevoel is helemaal off. Het klopt niet. Maar nu je dat zo uitlegt, denk ik, ja, zo komt dat natuurlijk. Ik hoop dat dat mij helpt. Ja nou, maar daar is een plan dus ook heel belangrijk voor. Hè? Als je een plan maakt voor dit soort hele lange evenementen. Als dat goed in elkaar zit. Dan heb je ook het risico dat je te hard gaat in het begin, hè, waarbij je te veel energie verspilt. En dat risico heb je dan niet. Je moet je aan het plan houden. Ja. Stick to the plan. Ja, nee, ja, ik vind het stom. Ja, iedereen zegt dat, maar ik kon niet zo goed begrijpen waarom dat niet lukte. Ja. Omdat ik dacht, ja, maar ik had toch een plan. Ja, maar ik voel me toch zo fris. Ja, en ik voel me uiteindelijk toch wel slecht. Maar het is het feit dat dat gevoel niet klopt. Omdat je natuurlijk in wekenlang heb je trainingsbelasting gehad. Dan heb je 2 weken of zo getaperd. Waardoor je hele beleving van wat is zwaar een soort van de schaal is. Ja, nee, maar ik heb wel een beetje plannen. Maak ik dan ook voor iedereen die het hele doet. Hoe hard zwemmen, hoe hard fietsen. Hoe hard lopen, welke voeding en zo. En, ik heb wel eens voor een dame een plan gemaakt voor de hele van Lanzarote. Ja, alle 3 de onderdelen zaten binnen een minuut van elkaar. En uiteindelijk zat er nog, bij de finish zaten er volgens mij iets van 10 of 20 seconden zat ik naast haar eindtijd. Nou, dat was bizar. En ze had ook niet over aan het einde. Stiekem, ja. Nee, volgens mij niet. Nee. Ze was niet aan het kijken. Weet je, het kwam zo uit. En ze heeft zich natuurlijk wel aan pacing gehouden. Maar bij die marathon, ja, dan ga je gewoon op het laatst. Dan zie je wel hoe ver, waar je nog op uitkomt. Ja, weet je, nou, daar komt het dan op uit en dan klopt het toch. Mooi, mooie, leuke lange aflevering volgens mij. Even een iets andere insteek, de eerste triathlon. Dank Guido voor deze waardevolle tips op het einde. Hebben we toch de tipswaarheid van deze aflevering weer wat omhoog geschroefd. Dank ook aan alle UHTT-teamgenoten voor jullie bijdrage aan deze podcast. Dank ook aan Teun, jouw oud-klasgenoot, voor de geschreven bijdrage. Ja. En mocht je nou naar aanleiding van deze aflevering hulp nodig hebben, mocht je net zoveel zin krijgen als wij in een leuke triathlon, deel je ervaring met ons. Bijvoorbeeld ga ons volgen en deel met ons hoe jouw voorbereidingen gaan, waar je tegenaan loopt, hoe het gaat. Op Twitter of Instagram via de @slimmerpodcast kun je ons vinden. Je kan trouwens Jurgen en mij en Guido volgens mij ook vinden op Strava. Even zoeken. Dan kun je ook zien hoe het met onze trainingen gaat. Op dit moment niet heel erg naar een wedstrijd toe. Maar wellicht komt het allemaal wel weer. Je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl. Daar kun je ons ook allemaal vinden. Daar kun je van iedere aflevering een pagina vinden. Daar kun je onder reageren. Of je kan naar ons mailen. Naar post@slimmerpodcast.nl. En toch even, ik heb het al een paar afleveringen niet meer genoemd. Maar een van die berichten van Wim Bennekes kwam binnen via het platform Vriend van de Show. Daar kun je namelijk dit soort audioberichten bij ons achterlaten. Vind je dat leuk? Doe dat vooral. Als je daar toch bent, dan kun je dus ook een bijdrage leveren. Ja, met de portemonnee. Je kunt vriend worden officieel, waardoor je ons ook financieel een steuntje in de rug geeft. En daarmee kunnen wij dit soort mooie afleveringen blijven maken. En jou blijven inspireren op weg naar je volgende triathlon, je volgende marathon, nieuwe schoenen, slimme supplementen. Nou, wat het ook allemaal maar is. Dus leuk dat je luistert en hopelijk tot volgende week. Guido, tot volgende week. Jurgen. Tot volgende week. Yo. Hoi. Hoi.